Hoi en welkom bij weer een nieuwe video. Als je de titel hebt gelezen, weet je wat je kan verwachten. Namelijk weer veel te veel boeken. Ja. Ik moet zeggen, heel veel dingen heb ik onder controle. Ja, laat het dan besluiten, zo worden maar. Ik kan mezelf heel goed inhouden met bepaalde dingen. Ik let heel goed op mijn budgetten en weet ik het allemaal. Het enige wat bij mij altijd iets meer sporadisch is, misschien soms net iets te veel, is mijn boeken aankopen. Ja. Ja, hoe zou ik dat toelichten? Nee, heel simpel gezegd, iedereen heeft zijn hobby's en zijn dingen. In mijn geval is dat gewoon lezen. En ik hou gewoon van boeken. Ik hou van bepaalde schrijfsters en schrijvers die ik gewoon graag wil volgen. En als ik een boek echt heel goed vind en ik kijk ook echt uit naar deel 2 of wat dan ook, dan is de kans groot dat ik daar de boeken van koop of als het een van mijn favoriete schrijvers is. Dus laten we gewoon beginnen met alles. Sommige zijn nieuw, sommige zijn tweedehands, waarvan Marktplaats of Vinted, en sommige komen ook gewoon uit de kringloop. Want ook daar kan je af en toe echt gewoon super goede boeken vinden. Alhoewel ik wel moet zeggen dat ze de afgelopen tijd wel steeds duurder zijn geworden, helaas. Vind ik persoonlijk een tegenvaller. Maar laten we met die beginnen. Ik was namelijk overgehaald weer een keertje mee te gaan naar de kringloop hier. En dat ik allereerst deze gevonden van Yo-Yo Moyes, Dicht bij jou. Dit is een roman. Deze schrijfster is ook wel bekend van Voor jou, van de film Before You. De meeste mensen kennen die in Me Before You, bedoel ik, sorry. De meeste mensen kennen deze in ieder geval wel. En ik had deze ook wel al meerdere keren zien liggen in de boekenwinkels. Alleen, ik wil het dan wel lezen, maar niet voor 10 euro. Snap je dit? En deze was bij de kringloop, zo te zien, 1 keer pogelijk laten vallen door de vorige eigenaar. En maar 2 euro, dus die heb ik daarom lekker mee naar huis toe gesleept. Het is echt zo'n leuke feel-good roman. En ja, ik hou er op zich wel helemaal van dit soort boeken af en toe. Plus, ik vind dat meestal van die easy read boeken. Dus als het een beetje in een easy reading slump zit, is dit een van de boeken die ik erbij pak. Dan kwam ik ook deze 2 tegen en deze zijn stiekem best warm, toegeven. Deze zijn van Lauren Conrad en dan L.A. Candy en Sweet Little Lies. Wat dus eigenlijk gewoon deel 1 en deel 2 is van de boekenserie. En ja, hoe zal ik het zeggen? Deze waren allebei 2,50 euro per stuk. En deze boeken heb ik ook echt al super vaak voorbij zien komen. En die zijn heel erg mixed feelings over bij mensen. Het is natuurlijk altijd een beetje de vraag van, heeft ze deze überhaupt wel zelf geschreven? maar ik weet niet, het klonk op zich ook wel interessant. Waar het boek zelf over ging, nogmaals, redelijk zwaar. Daar stond ik echt voornamelijk versteld van. Toch stiekem bijna 400 pagina's per boek. En maar 2,50 euro. Een mooie trouwens bij ons bij de kringloop doen ze ook neerzetten wat de nieuwprijzen zijn van boeken. Dus als je even doet, scherpstellen. Juist. Dus zoals je ziet, ze hebben uitgezocht dat de nieuwprijs van het boek 14,95 is. En daardoor hebben hun dan eigenlijk de prijs bepaald van dit boek, dat er dan 2,50 euro is. Ik vind het op zich wel komisch dat ze erbij zetten. Ik hou er wel van. Ik weet dat dit een wat langere boekenserie is. En hoewel deze alle 2 op andere weken ingeleverd waren, waren alleen deel 1 en 2 aanwezig. We gaan ze gewoon lezen en we gaan gewoon kijken of het wel of niet iets is. En is het niks, geef ik ze door aan iemand anders. Of verkoop ik ze zelf weer voor een goede koop. Marktplaats, dat zo ben ik dan ook alweer. Dan komen we, laten we eerst deze 2 doen. Dit is namelijk de boekenserie, deze zijn in het Engels trouwens, dat wel, van Victoria Everard. En deze is ook al, zij is vooral bekend van, tenminste ik ken haar alleen maar eigenlijk van De Rode Koningin. De boekserie die in Nederland uitgekomen in, van Engels vertaald naar Nederlands, behalve het laatste deel.
Ik weet niet wie ik daarover moet spreken, wie dat heeft besloten om het laatste deel niet te doen. Maar daar ben ik nog steeds niet overheen gekomen. Nou heb ik de eerste deel, Realm Breaker, heb ik al gelezen. En ik vond die persoonlijk zo, daar niet van. Maar, nou had ik wel weer hele goede reviews gekregen en gehoord over mensen over deel 2. Dus deel 2 vond ik daarom wel van, als die toevallig een keer ergens tegenkwam, goede koop kon hebben of wat dan ook, dat ik die dan wel wil hebben. En opeens, bij een ander boek wat ik heel graag wil hebben, maar dezelfde verkoopster verkocht deze ook voor 2 euro per stuk. En als ik op deze manier dan toch in ieder geval van de schrijfster enigszins ook haar boekencollectie compleet kan hebben, denk ik van, ja, waarom ook niet. Ik weet het, het is heel erg. En ik denk sowieso ook wel dat ik hem ook echt even overnieuw moet lezen, deel 1. Ik merk wel dat bepaalde boeken bij mij anders binnen zijn gekomen in mijn burn-out periode, toen hij echt het hevigst was. En toen heb ik deze ook gelezen. Dus misschien dat ik enigszins een andere mening daardoor had. Dus ik ga maar even gewoon overnieuw lezen. En we zien wel gewoon, jongens. We zien wel gewoon. Ik ben hier wel heel blij mee. En daarom hou ik er ook van om bepaalde schrijvers en schrijfsters gewoon constant op te zoeken op Marktplaats en op Vinted. Zodat ik in ieder geval wel van dit soort koopjes op, ja, binnen kan halen. Heel simpel gezegd. Dan heb ik ook deze. Deze had ik gelijk gepreorderd bij Bob.com was deze, ja. Toen ik zag dat deze uit zou komen. En ik bedoel, deze schrijfster is echt gewoon fantastisch. Holly Jackson. Als je de Moordgids-trilogie nog niet hebt gelezen, doe dat zeker. Doe dat zeker. Raad hem zeker aan. En dit is eigenlijk gewoon een standalone voor zover ik heb begrepen. Tenminste, voor zover het is in ieder geval nog een standalone. En dit gaat over de 18-jarige Red en haar vrienden die een zomervakantie naar de kust gaan. Stemming zit er goed in en dan gaat het natuurlijk opeens fout. Heel simpel gezegd, er zit een scherpschutter daarbuiten en hij heeft het op één van hen gemunt. Iemand uit de groep heeft namelijk een geheim waar de schutter een moord voor zou plegen. Eén ding is zeker, niet iedereen zal deze nacht overleven. Ik hou hiervan, van dit soort boeken, jongens. Dus. En ik heb hem expres nog niet gelezen, omdat ik eerst wou filmen. En dat jullie laten zien, zoals het bij mij elke keer gaat. En nu ik deze heb gefilmd, kan ik deze eigenlijk beginnen met lezen. Dus, yes. Echt serieus, lees in ieder geval even deel 1 van haar Moordgids trilogie. Raad hem zeker aan. Dit gaat trouwens een lange video worden, dat bedenk ik me nou opeens. Oh wel, laten we hiermee beginnen, deze 2. Ik heb, na heel lang wachten, tenminste ik weet dat sommige mensen al, misschien al zullen hebben wachten die eerder zouden zijn gaan lezen, namelijk de Bloed en As serie. Ik weet niet waarom, maar ik dacht eerst dat het niet iets voor mij zou zijn. Daar zat ik dus helemaal verkeerd bij, want deel 1 vond ik fantastisch. Ik was meteen verliefd. En nadat ik die had gelezen, ben ik gelijk op Marktplaats gegaan, op zoek gegaan naar de boeken. Want ik wist ook gewoon dat ik die moest hebben. En toen had ik in ieder geval deel 2 en deel 3 gevonden in limited edition. Deel 2 een beetje cracked op de spine, deel 3 niet. Maar ik moest ze gewoon hebben. Ik moest ze gewoon hebben. Ik kijk er heel erg naar uit om... Want te kijken hoe het verder gaat met Poppy en met Cassiel en love this. Als je toevallig nog een limited edition deel 1 hebt, voor niet al te duur jongens, want hè, ik heb een beperkt budget, laat het me weten. Ik ben er nog steeds naar op zoek. Deel 4 heb ik trouwens gewoon al besteld, limited edition express. Vanuit diezelfde wereld, heel simpel gezegd, is al een keer... Oh nee, dit is al trouwens deel 4. Ik was vergeten, dit is al deel 4. Oh my god.
Ik dacht even dat die andere was, maar die heb ik de vorige keer laten zien. Ha. En dit is dus de Limited Edition deel 4, maar die heb ik dus gewoon nieuw besteld bij So Many Pages. Als je trouwens net als mij echt helemaal into Limited Edition boeken bent, volg hem vooral, want So Many Pages is echt top met Limited Edition boeken op tijd aangeven, dat je die ook kunt pre-orderen. En daar komen deze meeste Limited Editions daar ook vandaan, moet ik even. Maar in ieder geval, van Bloed en As heb ik dus nou 2, 3 en 4 in ieder geval al. En van de extra serie van Schaduw, deel 1 heb ik ook al. Want jongens, schijnbaar, dat is het voordeel in de boekenclub zitten, dan krijg je dit soort dingen allemaal verteld. Is er een bepaalde manier hoe je deze boeken eigenlijk moet lezen? Had ik niet geweten. Maar het is in ieder geval Bloed en As 1, 2, 3. Dan dus het schaduwboek deel 1. Dan deel 4. Dan schaduwboek deel 2. Dan Bloed en As 5 en 5.5. En dan weer van de schaduw deel 3. En dan weer het allerlaatste boek van Bloed en As. Dus het komt erop neer in ieder geval dat dit een nieuwe persoonlijkheid gaat worden in deze boeken. En ik heel wat te lezen ga hebben. Laat het daar maar op houden. Dan heb ik dit boek. Violet, vervloekt en verwoest. En dit boek had ik oorspronkelijk geleend bij de Biep. Ik had deze wel voorbij zien komen toen op So Many Pages. Maar ik dacht van, hè, ik bestel dit moment. Toen bestelde ik al een andere limited edition. En ik vond dat ik maar eentje mocht hebben van mezelf. Ik probeerde mezelf in te houden, heel simpel gezegd. En toen las ik dit boek van de Biep en ik vond hem fantastisch. En toen dacht ik eigenlijk dat het een standalone was. Maar dat is het dus niet. Dus dan krijg je weer dat ik op Marktplaats kom en dat ik daardoor het boek vind. En ik heb geluk gehad, iemand anders had de limited edition besteld. Die vond het boek zelf niks. En die verkocht het voor flink goedkoper op Marktplaats. Dus haar misfortune, my gain. Heel simpel gezegd. Het gaat over Violet die een ziener is en een leugenaar. En daar gaat gewoon een heel ding omheen. Als je van sprookjes bent, lees deze nogal op. Vooral, ik ga er iets verder op in, sowieso op mijn TikTok. Als je mijn TikTok nog niet volgt, doe die ook. Au. Doe die ook vooral volgen. Want dan doe ik ook af en toe iets meer over boeken praten. En laat ik sowieso direct zien als special editions binnenkomen. Wauw, wat een heel praatje jongens. Dan hebben we deze. De Holly Black serie. De waterijzervloed serie. Holly Black vind ik persoonlijk fantastisch. En dit is ook zo'n serie geweest. Waarvan ik dacht, die hoeft niet per se limited edition. En die koop ik wel een keertje. Later. Maar als je dan toch aan het kijken bent op Marktplaats, kom je ook deze tegen. En ik weet dat deze boeken toen eerst 20 euro per stuk waren. En ik heb ze kunnen bemachtigen, alle drie. Limited edition met sprayed edges voor 40. Dus yes, hou ervan. En op die manier heb ik gelijk de collectie compleet. En ook weer wat bij Holly Black zelf de collectie compleet is. Het gaat mij niet zozeer om het feit dat de kaf zo blauw is. Hoewel het wel super mooi is, daar niet van. Het gaat mij vooral met die hardcovers om dit soort dingen. Dat je hier het mooi zo in verwerkt hebt. En dat ze deze fantastische afbeeldingen toe doen voegen. Aan het begin en aan het einde van het boek. Ik hou hiervan jongens. Echt heel simpel gezegd. De weg naar mijn hart. Nieuwe boeken jongens. Nieuwe limited edition boeken. Maak je me al blij mee. Kan helpen. En deze moet ik zeggen vind ik allemaal echt weer super mooi gedaan. Ook deze. Hier zie je dat het iets subtielere vlindertjes zijn. Of elfjes zijn. Net hoe je het bekijkt. Wat ook sowieso weer terugkomt van de kaft zelf. En ook weer deze super mooie afbeeldingen aan de binnenkant. En deze match trouwens perfect bij mijn jurk op het moment, jongens. Niet over nagedacht, gewoon puur toeval. Maar het is wel exact dezelfde kleur.
En ja, ook bij deze boeken, ik kijk er gewoon echt heel erg naar uit om deze allemaal te lezen. Love it! En dan hebben we hier de laatste, de bloedversie. Die is dan weer met rood en met rood hier. En ook hier zitten weer super mooie afbeeldingen in. Hou je van. En ook vooral omdat je dan ook op deze manier ook al gelijk echt een beeld krijgt bij de karakters. Zoals de schrijver of schrijfster eigenlijk voor ogen had. Omdat die natuurlijk heel veel zeggenschap heeft over deze. In plaats van over de fanfics afbeeldingen. So, love this. Dan komen we bij de volgende. Ja. En tijd dat ik deze heb gekocht is eigenlijk... Was heel snel gemaakt. Het heeft te maken met magie en speelt zich af in Londen. Dat is de hele reden waarom ik dit boek wil hebben. Nee, dit is van V.A. Schwab. Bekend van Het Onzichtbare Leven van Ali LaRue. En dat boek vond ik echt fantastisch. Hele goede schrijfster, weet ik even niet meer. Dit gaat in ieder geval over dat de meeste mensen weten dat er één Londen is. Maar eigenlijk is Londen opgesplitst in vier verschillende. Met magie, zonder magie, met magie op een bepaalde manier. En deze is fantastisch. Als je heel goed kijkt, zie je dat de map of Londen zo over de sprayed edges is gemaakt. En daar haal ik natuurlijk met de volgende delen dat je die zo langs elkaar kan zetten dat zo doorloopt. Ik hou van dit soort dingen, jongens. Dezelfde map is ook op begin en eindblad. En echt, degene die dit heeft uitgekozen. Het is een beetje een subtielere versie van Holly Black Book of the Night. Maar er zit niet specifiek glitters in. Maar als het licht er specifiek opvalt, lijkt het net alsof er glittertjes in zitten. En dit is gewoon zo mooi. Je kunt zeggen wat je wil. Maar de boekerij weet echt wat hij doet met het uitbrengen van limited edition boeken en hoe ze het doen. En dan heb je ook nog de andere optie met het blad. Met ook de extra afbeeldingen erbij. Oh wacht, zij. Ik had het wel goed. Het is een zij. Jongens, soms lees je zoveel boeken dat je af en toe eentje niet meer weet. Hij, zij. I know, very sad. Volgens mij is deze zelfs nog wel momenteel beschikbaar op zo'n mini-page. Als je deze eventueel ook nog wil bemachtigen. En let's be real. Zodra het fancy is, is de grote kans die bij mij in de winkel maar dat je terecht komt. Plain en simpel. Dan het meest voorspelbare aankoop, denk ik. Ik hou echt oprecht van Sarah J. Maas. En dit is de eerste limited edition van de Glazen Troon, oftewel de TOG serie, Throne of Glass serie. En hier gaan ze allemaal limited editions van uitbrengen. Ik moet die hebben. Ik moet die hebben, jongens. Ik prefereer eigenlijk hardbacks in plaats van paperbacks, dus ik moet het hebben. Daarnaast zit er een heel mooi patroon gesprayed om die edges. Niet per se toepasselijk bij het boek, maar wel heel erg mooi. Maar het mooiste is als we dit het blad eraf halen, want kijk hoe gaaf! Ik bedoel, kom op! Ik kan hier niks doen, ik word hier zo enthousiast van. En als allerlaatste zit er ook natuurlijk weer wat artwork bij. Een heel erg duidelijke afbeelding van wat er in het boek gebeurt. En ik hou hiervan, jongens. Ik hou hiervan. Ik moet wel lachen, want ik zit sinds kort dan bij een boekenclub. En ik denk dat dat enigszins het beste en ook het slechtste is wat ik had kunnen doen. Want dan word ik alleen maar op meer dingen gemeld wanneer er iets speciaals uitkomt. Maar ja, Sarah J. Maas, dan kom je aan. Dat is gewoon een van de schrijvers die ik hoe dan ook lees en die ik hoe dan ook moet hebben.
Pretty much. Dan komen we bij de volgende twee boeken. En deze zijn van Danielle L. Jensen. En allereerst hebben we Het Koninkrijk der Bruggen. Bij deze, idem, deze had ik eerst via de Bieb gelezen. En als je van A Court of Thorns and Roses houdt, dan ga je deze ook leuk vinden. Ik vond dit boek fantastisch. Ik heb hem in één stuk uitgelezen. Ik was meteen verliefd op de karakter sowieso. Ik hou van enemy to lovers. Een van mijn favoriete tropes. En dit heeft dat, dus love that. Heel simpel gezegd, de hoofdkarakter komt er eigenlijk op neer dat zij moet trouwen met een man. Met de gedachte vanuit haar vader dat ze die moet vermoorden. Maar dan is het toch wel de vraag. Moet dat wel? Heeft haar vader wel gelijk? Is deze andere koning inderdaad wel de slechterik? Fantastisch. Fantastisch. Ik was meteen verliefd. Ik ging gelijk kijken. Deel 2 van Limited Edition was inmiddels te bestellen. Dus ik ging natuurlijk al kijken online voor deel 1 op Marktplaats. En ik vond deze. En ik vind hem zo mooi. Deze heeft geen sprayed edges. Vind ik persoonlijk niet erg. Maar ik vind de kaft zelf ook echt al super. En er zit ook deze hele mooie kleurmap bij van de wereld zelf. Laten we eerlijk zijn, als je een fantasy boek hebt en er zit een map bij, omdat je kan snappen hoe en wat en waar het allemaal is, dan weet je dat er een hoop gaat gebeuren. En het boek zelf had dit niet. Het staat niet in het boek, het zit echt alleen daarop. En hier kwam ik later achter. Dit had de verkoopster namelijk niet erbij gezet. Maar ik heb ook nog de handtekeningen bij. Ik weet het, het slaat nergens op jongens. Maar ik word hier blij van. Ik word hier gewoon heel blij van. Maar zoals ik al zei, deel 1 in echt in zit uitgelezen. En daardoor gelijk deel 2 besteld. En deze was vorige week eindelijk binnen. Waardoor we deze video eindelijk konden opnemen. En dat ik deze ook eindelijk al lees. Want ook hierbij, ik ben echt benieuwd hoe het verder gaat. Deel 1 eindigt weer in, zoals altijd, een super cliffhanger. En als je dan een boek eindigt op cliffhanger, dan wil je zo snel mogelijk verder lezen. Maar deze is nog mooier. Deze keer hebben ze wel voor sprayed edges gekozen. En kijk eens hoe fantastisch die bladerprint er zo op is. Er zit een tweede deel. Daarna zit er weer een soort wave patroon op. Ik weet niet of je heel goed kan zien dat het oranje en het rood met de lampen niet heel mooi uitkomen. In het echt is het mooi jongens. En daarnaast hebben we ook hier deze afbeelding, wat al flink wat belooft voor wat er in het verhaal gaat gebeuren. Dus ik ben echt super benieuwd. Als de houding achter anders is, ik kwam erachter dat schijnbaar twee boeken niet op film stonden. Hij had iets ermee uitgeschreven met de eerste clip, mijn film was wat ik dacht. Dus die doen we even overnieuw zo. Echt een typical jongens. Ik ben zo lekker chaotisch deze dag. Deel 2 van de Alex Stern serie. Dit is Duivels Vlucht van Lee Budako. Love it. Limited edition. Zelfde stijl als de eerste. Dus met deze leuke veetjes. Wat letterlijk inhoudt dat de boeken niet helemaal afgewerkt zijn nadat ze gebonden zijn. Ik hou er wel van. Een leuke apart detail. En de details zelf op het boek gewoon super. Hou daarvan. Kijk er heel erg naar uit. Deel 1 heb ik nog steeds niet gelezen. Maar kijk je er steeds heel erg naar uit. Ik had het expres voor mezelf verwacht. Want ik heb hoge verwachtingen hiervoor. En ik doe dan liever gelijk in één keer doorlezen. Dus ja. Heel blij mee in ieder geval. Ook weer een mooie editie van het boekrijk.
En de laatste is De Prins van Toorn van Carrie Mancicallo. En dit is een van de boeken, een series waar ik al heel lang mijn tijd naar uitkeek. Dit heeft heel lang geduurd tot deze eindelijk in het Nederlands vertaald werd. Ja, ik weet het. Ik kon hem ook gemakkelijk in het Engels lezen. Want het is dezelfde moeite, maar ik weet niet, om een of andere reden vond ik voor mezelf dat ik moest wachten tot deze in het Nederlands uitkwam. Deze is ook een mooie limited edition en hier op de sprayed edges zie je deze mooie rozen in paars. Love that. Absolutely love that. Daarnaast zal ze deze mooie art print erbij zetten, dus ik heb ook gelijk een goed idee waar het boek over gaat. Of in ieder geval hoe de mensen er enigszins uit moeten zien van het boek. En dan hebben we deze mooie kaft zelf met dat geel. Ik hou ervan. Dit is echt zo'n boek wat letterlijk in je ogen springt dadelijk. En ik ben ook echt benieuwd hoe de vervolgdelen zullen zijn. Deel 2 heb ik inmiddels al besteld. Dus ik ben benieuwd. En wat ik zelfs nog mooier vind, sowieso deze print is ook een beetje aan de voorkant gewerkt. Maar kijk eens, de bloemenprint aan de achterkant. Als dit op het boek zelf had gezeten, had ik hem nog mooier gevonden. Ik vind deze print fantastisch. Echt niet normaal. Als ik hier een behang van zou krijgen, ik zou het hier gelijk op de muur doen. Not kidding. Echt serieus. Ik vind het mooi. En nou weer terug naar de oude clips. Het is maar goed dat ik dit gelijk ging editen nadat ik het gefilmd had. Ik heb nog wel wat limited edition die de aankomende maanden er weer aankomen. Maar mijn eigen budget voor het kopen van boeken is wel zo goed als weer gespendeerd. Dus het zal waarschijnlijk weer wachten moeten worden tot augustus, tot mijn verjaardag, wanneer ik weer van mezelf nieuwe boeken mag kopen. Anyway, dit was het in ieder geval weer met deze video. Hopelijk vond je de video leuk. Als je hem leuk vond, is dan vooral een duimpje omhoog te geven. En wie je video's vaker zien, die ook vooral abonneren op mijn kanaal. En ja, wil je weten wat ik uiteindelijk van deze boeken allemaal vond? Doe ook dan vooral kijken naar mijn Reading Journal video's. Want daarin doe ik elke maand bespreken welke boeken ik heb gelezen die maand. En wat mijn gedachten daarbij waren. Tot de volgende keer weer. Doei!